Ja, je beet, je beet. Ja, je hebt er één. Haha! Oh, 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 shit. Oh, shit. Hi. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben het niet. Milan. Ik heb een hele andere stem. Ja, yeah, where's your stem? Ja, yeah, it's... Weet niet. Nee. Morgen. Ja, goedemorgen. Hele goedemorgen. Leuk dat jullie weer kijken in een nieuwe vlog. Ik ben vandaag hier met Miron, Gert, Enzo, Irma en Milan. En we zijn in Hilversum. En we gaan iets superleuks doen vandaag. Die jongens die moeten vandaag naar Sepp Live, naar het programma. En wij gaan backstage kijken. Ik ben heel benieuwd wat we eigenlijk allemaal gaan doen. Ik ben nog nooit bij zo'n soort programma geweest. En we moeten aan de slag of niet? Nee, ik ben gewoon de weg kwijt. Ben je de weg kwijt? Ja, ik loop hierheen. Nee, je wil naar de visagie. Maar we gaan hier dus even backstage kijken. Superleuk. Daarna gaan we sporten en daarna gaan we vissen. Ik heb in ieder geval allerlei spullen meegenomen. En ik ga ervoor zorgen dat Miron de eerste vis gaat vangen vandaag. Want zij heeft nog nooit een vis in het wild gevangen. En dat is echt zo lullig. Vorige keer waren we aan het vissen. Heeft ze de hele avond gevist. Ze heeft zo ontzettend de best gedaan en het was niet gelukt. Dus ik ga er vandaag voor zorgen dat zij zo'n dikke knoepert gaat vangen. Hoi! Zit die haar goed, jongen? Ik heb net gezien hoe jij je haar doet. Nu doe ik het gewoon lekker na. Lekker, man. Nou, bij jou zit het wel iets beter. Is het zo? Hey, wil jij je haar niet verven? Kunnen we dat niet vandaag doen? Nee, ik ben serieus. Ja, ik ben ook serieus. Is je haar goed? Ja, maar is het goed. Ja, maar die poeder. Wow. Ik gebruik poeder, jij gebruikt wax. Ja. Poeder is beter. En jij Bambi. 100. Wow. Lief, hè? Bambi is lief. Mag aaien? Ja, tuurlijk. Wauw. Miron wil mijn haar kleuren. Ja. Dat gaan we natuurlijk gaan niet we doen, wel hè? Doen. Echt niet. Gaan we wel doen. Stem welke kleur. Nee, echt niet. Graag, denk ik, groen. Groen? Ja, dan val je niet op tijdens het vissen. Wacht, maar dan moet je groen-bruine vlekken. Doen. Ja. Ja, camouflage. Doen. Jongen. Nee. En zo. Hij moet camouflage doen. Dan kan hij, dan valt hij niet op. Ja. Ja. Dat is een goeie. Ja. Ik ga het gewoon niet doen. Ik gewoon lekker een beetje blond. Hè? Ja, gewoon blond. Prima. Waarom zou ik mijn haar verven? Leg het eens uit. Geef mij 3 goede redenen waarom ik mijn haar moet kleuren. Misschien dat ik er dan over nadenk. Gewoon een keer wat anders. Je moet altijd. Ja, dat vind ik geen sterk argument. Nee, dat vind ik geen sterk argument. 3 sterke argumenten. Om Friends is weer verliefd. Die Enzo? Dat is ze nog steeds. Nee, dat geloof ik niet. Oh. Om... Ja, dat dacht ik al. Lastig, hè? Leuk is voor Enzo en mij. Goede content voor je video. Ja. Goede thumbnail titel. Ja. Dat is wel goeie, toch? Ja, precies. Voor 1 video waar ik 30 euro mee verdien. Mag mij daar wel over verven, zo hier een voorkant plukje. Oh ja? Nee. Dat is goed. Echt mooi. Nee. Nee. Ik ben wel benieuwd. Nee, ik ga mijn haar niet verven. Hou op. Ik ga mijn haar helemaal niet verven. Ik ga mijn haar ook niet laten verven. Nee, ik ga mijn haar lekker gewoon mijn eigen kleur laten. Want anders is het gewoon niet Daniel. Maar ik ben wel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Leuke dingen. Nou, ik kijk vooral als kinderprogramma's. Ik vind het wel leuk dat ik nu een keer achter de schermen. Ja, precies. Je vindt het ook spannend, hè? Ik vind het super spannend. Ja. Ik denk dat dit de 8e keer is dat je bent, maar het is nog steeds altijd super spannend. Nee, leuk, man. Ja, heel leuk. We'll be right back.
Dat is geschokt. Dat is een drie vraag. Hoeveel abonnees hebben jullie eigenlijk op YouTube? 13 miljoen. Ja, dat en dan maal 2 is 26. 26? Dat was sick veel, hè? 4 miljoen. Ja, dat zijn echt heel erg. Maandag ben ik weer eens om het uit te rijden. Dat is een hele belangrijke prijs in de muziekwereld van Nederland. Dat is een lange die won beste album. Maar nou, dus hoe heet het allemaal? Into the Wind. Into the Wind? Ja, dat is wel een goede met de Stormers. Ja, ja, ja. Ik denk Out of the Wind. Maar waar kiezen we voor? Out of the Wind, Out of the Wind. Ik denk de zon schijnt achter de hok. Nee, is niet goed, maar het is namelijk Gravel and Dust. Oh, dat was het bijna. Bijna. Jullie hebben het zin. Oh, nee! Kings, we did him! Hallo, hallo, hallo! Vind je het leuk? Ja, ik vind het lachen. Ja, het is mooi, ja, hè? Het is altijd leuk hier. Ik denk dat het dus iets van de 8e keer is of zo. Hoe is het met je handen? Goed. Ja, nu is het zeer? Ja, je voelt die stroomstoot wel, hoor. Schrok je nog een beetje na? Ja. Ja, nee, serieus, je voelt hem echt. Je zag ook slow motion beeld. Pijnlijk, man. Ja? Ja, serieus. Lekker, man. Ik denk dat als jij hem beet hebt, dat je ook wel echt schrikt van hoe hard het nog is. Je was wel geschokt, zeg maar. Ja, ik was geschrokken. Lekker, man. Ja, nee, serieus, best wel pittig. Ik ben alweer kapot. We zijn vanuit Hilversum nu naar Amersfoort, toch? Amersfoort. Naar Amersfoort. We zijn sporten. Ja. Yes. En we hebben de eerste oefening erop zitten. Buik kapot. We beginnen vaak met de buik. Ja. En nu gaan we over naar... Jump squats. Jump squats. Yes. We gaan achterleggen. We gaan naar beneden. We gaan omhoog. Dit ding. Ook kuiten. 8 stuks. Langzaam naar beneden en we gaan snel op. Daarbij we focussen op onze billen. Oké. Okay. 3x12. Op en op. Heel ongemakkelijk. Ja, ik vind het heel ongemakkelijk. Ik vind het heel ongemakkelijk. Dat heb je goed een neusje of niet bij je, zeg. Ja, ook wel weer lang hoor. Ook wel weer. Maar ja. Yes. Ja, ja. Nice! Gast. Helemaal opgepoemd. Opgepoemd. Lekker, man. Vinden jullie niet dat wij nu heel erg breed lijken? Een beetje. Ja. Alweer voldaan. Mijn hand trilt. Ja, lekker. Zelfs na het korte nachtje. Ja, we hebben maar 5,5 uur geslapen. Dus we hebben het goed gedaan. We hebben ook lekker getraind. Ja, lekker getraind. Ja. Altijd gewoon lekker, jongen. We hebben gewoon helemaal... leeg trainen. Toppenvol. We zijn inmiddels aangekomen op de vislocatie. Ik ben mijn spullen aan het klaarmaken. Ik ga Miron de eerste vis laten vangen in Nederland. Ze heeft nog nooit een vis gevangen in het wild. Nee. En ik heb daarom ook een vaste stok meegenomen. En we gaan straks iets leuks doen. Ik ga haar namelijk vorens laten vangen. En dan met de vorens gaan wij proberen een hele grote snoek of snoekbaars te vangen. Maar ja, eerst die vorentjes. Doen we lekker simpel. Ik zal even laten zien waar we mee vissen. Ik heb heel eenvoudig een vaste hengel. Met daaraan... een klein dobbertje van 0,5 gram. Een enkel loodhageltje. En een heel erg klein haakje. En dat samen, zo simpel, is precies genoeg om een voren te vangen. Ik heb een emmer, ik heb wat lokvoer, wat maden. En dat moet het eigenlijk gaan doen. Ik ga zo even een voertje aanmaken met een klein beetje water. Ik ga een paar mooie balletjes maken. En dan denk ik dat daar, bij die brug daar, dat daar allemaal voren zwemmen. Die vorens die willen wij vangen. Dus ik ga even zorgen dat Miron er helemaal klaar voor is. Dan ga ik de juiste diepte bepalen. En dan gaan we die vissen vangen. Ik heb er heel veel vertrouwen in. Ik weet zeker dat dat gaat lukken. En dan gaat Miron
eindelijk de eerste vis in Nederland vallen in het wild. Ook een snoekbaars vandaag. Ja, dat is het ultieme doel. Dat wil ik wel. Ja, dat gaat wel lukken. Want een vorentje klinkt een beetje zo van, nou, die kunnen we wel vangen, maar snoekbaars is lastig. Nee, maar we gaan voor de snoekbaars. Okay. Maar eerst vorentje. Ja, ga even een warming upje. En ik ga een loempje halen. Doe het trucje dan! Ja, mooi. Wow. Wat voor... Ben je klaar voor? Ja, maar ik ga eerst loempje halen. Oeh. Heb je ook zin in loempje? Ja, altijd. Eentje, gewoon eentje met saus. Doei. Doei. Even water pakken. Even naar beneden klimmen. Even leven waar. Oh ja, moet water hebben. Hé, hey, Enzo. Enzo. Daniel gaat zwemmen. Oh, lekker. Doe je netjes. Heb je nou in die bak gepist? Ja, moet je kijken. Wel een beetje ochtendurine hoor. Echt totaal niet nuttig, zeg maar. Nee? Ja, normaal doe ik het gewoon in een emmer. Nu doe ik het op een deksel van de emmer. Maar hier ga je balletjes van maken. Ja, want ik wil niet nog een keer naar beneden kruipen. Daar heb ik niet zo'n zin in. Kijk. Zie je dat? Wow. Wat voor voer is dit dan? Nou, moet je maar ruiken. Dat ruikt naar... Ruikt een beetje naar... Niet in mijn neus duwen. Nee, ruikt een beetje naar brood en kaneel. En wow, dat soort, ja. Een beetje specerij zit er doorheen. Broodmeel, maïsmeel. Het ruikt wel lekker. Ja, het ruikt hartstikke lekker. En die vissen vinden dat ook lekker. Kan jij voor mij die emmer even schuin houden? Dat ik een beetje water over mijn handen heen krijg. Want mijn handen zien er zo uit. Ja. Blonde god. Ja. Godin. Blonde godin. We zijn er klaar voor. Ja. We hebben gevoerd. We hebben de dobber juist ingesteld. Ja. Hoe lang denk jij dat je erover gaat doen om een vis te vangen? Nou, de vorige keer duurde het 5 uur en had ik nog steeds geen vis. Oké, je mag een schatting doen. Doe een gokje. Ja, dit is een ander soort vis, hè? Ja. En het is veel kleiner. Ja. Heel groot, zoiets. Ja. Ik hoop binnen een kwartier. Is goed. Ik hoop binnen een minuut. Ik ga er aas aan doen, dan gaan we timen hoe lang meer onder over doet. Oké, pak het. Klein haakje. Deze gaat eraan. Dan mag je hem een beetje rechts inleggen. Zo, ja. Oké, okay, je ligt. We gaan ervoor. Daniel, heb jij al iets gevangen? Nee, we beginnen net. We leggen hem echt net in. Oh, je moet even meegaan met je dobber. Ja, zo ja. Oké, okay, je bent nu helemaal links. Probeer hem rechts te leggen, maar wel zo ver mogelijk weg. Zo ja. En je wil altijd dat je een beetje ruimte hebt in je opslag. Dus hij moet niet helemaal strak staan. Bijna strak. Want die vis moet ruimte hebben om je dobber om te trekken. Oké. Okay. We gaan voor poging 2. Als hij naar beneden gaat, moet ik in één keer aanslaan. Ja, tik je hem gewoon aan. Hoeft niet heel hard. Ja, maakt niet uit. Links, rechts, omhoog. Wat jij wil. Het kan even duren voordat de aasvis erop zit. Maar meestal duurt het niet heel lang. Oké, okay, een minuut is wel al voorbij. Ja. Maar binnen een kwartier, dat moet sowieso lukken. Als het hier niet lukt, dan gaan we straks even daar kijken. Ja, je beet. Ja, je hebt er één. Lekker. Ja hoor. Yeah. Goed zo. Durf je hem eraf te halen? Ja. Ja? Ik heb je... Ja, zo. Ja, pak, je kan hem gewoon pakken. Hij heeft geen stekels. Het is een beetje pielen. Het is een heel klein haakje. Met je... Ja, zo. En dan tegengesteld... Zachtjes meer nagels. Zo, ja. Ja, perfect. Moet je een foto van je eerste vis? Ja. Nice. Leuk. Maar deze... Ja, deze mag je terugzetten. Deze is groot. Echt? Ja, dus je mag hem gewoon terugmonzen. Maar deze wil dan wel... Oh, wat stom. Dit is een koolblij. Wil je hem laten zien aan Enzo? Dan moet je hem in de emmer doen. Hatsaflats. Hé, hey, tik hem aan, gek. Lekker! Yeah! Nou, dat was echt 3 minuten of zo. Nog niet eens, denk ik. Nee, we gaan maar verder. Toch wel een visje gevangen. Lekker, man! Yes! Nou, missie geslaagd in ieder geval. Miron heeft de allereerste Nederlandse vis gevangen. Dus wij zijn blij. We gaan nu even kijken of we er gewoon een paar achter elkaar kunnen vangen. Misschien wat kleintjes, want we hebben eigenlijk een paar kleintjes nodig. Want ik heb hier namelijk... Oh, er zit wat vlokvoer op me. Ik heb hier namelijk hiernaast...
snoepbaarsdobbers klaar liggen. En die snoepbaarsdobbers, die gaan we straks proberen in te zetten. Maar dan hebben we wel eerst een paar aasvisjes nodig. We houden het dobbertje in de gaten. Leek alsof je een tikje had. Ja, klein beetje ging. Ja. Ja, 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 ja! Deze is ook te groot, zeker. Oh, hij is al weg. Was ik te laat? Nee, was goed. Kan beuren. Kan beuren? Oké, gaan we weer. Hetzelfde plekje. Maar deze is ook al te groot, of niet? Ja, hij is net te groot. Dit is dus ook een visserij die jullie gewoon thuis... Ook al heb je geen ervaring met vissen, dit kan iedereen. Voertje, maden, dobbertje, haakje. Zo simpel kan het zijn. En het is hartstikke leuk, want je vangt achter elkaar vis. We hebben echt in een paar minuten tijd nu al 4-5 keer beet gehad. En ja, Miron is aan het leren, gaat hartstikke goed. Vang een vis, dus. Ga wel komen. Ga maar met je hengel een beetje achteraan. Beetje naar links, gewoon volg je dobber maar. Ja, 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 ja. Hey. Komt u maar. Yes! Ik heb je hengel. Ah! Nou, dan gaan we weer. Deze is ook te groot. Ja, is ook te groot. Ja, perfect. Ja, laat me los. Oh, gaat het? Oh! Nice. Yes. Lekker hoor. Maar nou. Deze moet terug. Ja, gooi me terug. Echt? Ja, je kan hem nog zachtjes een plonsje geven. Laat geven. Gooi me terug. Oké, ik ga de camera even wegdoen. We hebben mooie beelden van de vis heeft gevangen. Maar wij moeten even tempo erin zetten. We moeten nu even snel een paar achter elkaar vangen. Want die grote snoepbaarsje moet zo meteen uitgekomen. Holy shit! Dit is een hele ding snoep. Ik kan hem hier nooit pakken. Kijk hem vechten! Oh, holy shit! Hij gaat helemaal door de slip. Nee, joh! Dit is mijn record. Doe normaal! Dit is een snoepbaars. Deze snoep van 1,10 meter. Doe normaal! Oh my god! Dit is zo'n snoep. Moeten we? Pak het net! Oh, joh! Schepnet, hij heeft een schepnet. Snel, daarheen. Hij past daar niet in. Oh shit, hij gaat er heel hard vandoor. Heb je? Ja. Oh my god! Daniel, help mij, ik vind het best wel eng. Heb je die tanden gezien van dit beest? Ja, dat normaal. Zie je wel. Ja. Dit is bizar. Kijk dan even. Wow, yo. Kijk, ja, daar gaat hij. Oh! Holy shit, gast. Dit is niet normaal. Dit is mijn allerdikste snoek ooit. Kijk maar aan het rendine. Ja, jongen, aan het trillen. Wat? Dit is een vissersdroom, toch? Gast, dit is niet normaal. Het is echt werkelijk ongelooflijk wat de vis Enzo net heeft gevangen, echt. Ik moest er even van bij komen. Ik heb een halsbrekende toe uit moeten halen om die snoep te vangen, maar dat ging goed. Die snoep was te groot voor ons schepnet. Echt een unit, 1,18 meter. Wij hebben net even een paar mooie aasvisjes gevangen. Deze jongen heeft me daarbij geholpen. Wat is je naam? Erik. Erik heeft me geholpen. We hebben aardig wat aasvisjes. We gaan zo meteen even kijken of we mooie snoepbaars kunnen vangen. Het begint al een beetje schemerig te worden, zoals je kan zien. Het wordt al wat donkerder. En zo Miron is dan even een stukje daarheen. En we gaan zo meteen nog even naar een ander plekje toe. Daar gaan we denk ik die snoepbaars vangen voor Miron. Wat mij betreft valt het niet meer te verbeteren. Ik zei al van, kom, we gaan naar huis. Maar ze willen per se doorvissen. Ah, wat een ding jongen, die snoek van net. Echt een van de mooiste snoeken die ik ooit heb gezien. Dus we gaan zo even spulletjes pakken. Ik ga de jongens even bellen en dan gaan we even snoepbaars vangen. We staan nu buiten op locatie. We hebben net heerlijk gegeten. Het was echt super chill. En we hebben de aasvisdobbertjes die hangen uit. We hebben één dobbertje hebben uit de stroming gelegd. Eén dobbertje in de stroming. En die aasvisjes die dwarrelen nu een beetje over de bodem heen. En ik verwacht eigenlijk wel dat het ieder moment moet gaan gebeuren. Miron, de eerste snoepbaars. Daar staan we hier voor. Ik hoop dat het gaat gebeuren, want Miron wilde hem super graag vangen. Toch? Ja, echt heel graag. Ah, ik denk dat het wel moet gaan lukken. We gaan ons best doen. Nou, als we hem vangen,
Dan zien jullie hem zo. Ja. Ja, ik kijk wel naar je hengel. Okay. Gewoon stevig doordraaien. Draai, draai, draai. Gewoon ja, meppen. Draai, 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 draai. Meppen. Hè? Kut. Nope. Helaas, helaas. Ik sta nu thuis en jullie weten vast wel waarom. We hebben niks meer gevangen. En ik heb de vlog niet kunnen afsluiten, want ik moest ineens naar huis. Helaas. Maar ik weet zeker, de volgende keer ga ik Miron helpen die snoekbaars te vangen. Ik ben in ieder geval super blij dat ze haar eerste visjes heeft gevangen. Vond je deze vlog nou leuk? Geef dan even een like en abonneer. En dan zie ik jullie graag de volgende keer. Oh, ja, oh shit, hij gaat heel hard vandoor. Hij gaat er heel hard vandoor.